Arie. Arie, doe eens open. Dus je dacht, ik kom even langs. Irma stuurde me een sms'je. Ja, waarom zou je ook zomaar langskomen? Het gaat niet goed, hè, Eddie? Waar zijn Irma en Jordi? Geen idee. Familie. Vrienden. In elk geval ver weg van hier. Geld gaat het dit keer niet redden, Mike. Het is verkloot. Het is klaar. Geld is de pleister, tijd heelt de wonden. Koop iets nieuws. En huur een schoonmaakster. En dan? Het is klaar. Je wilt het echt niet begrijpen, hè? Ze wil scheiden. Eddie, ik... Nee, niet Eddie, ik. Dat gezeik. Jezus, Eddie, waarom? Ja, waarom? Huh? Omdat ik een loser ben. Huh? Jij bent perfect. Ik ben een loser. Dat weet jij, dat weet ik, dat weet iedereen. Het had niet zo gehoeven, man. Ik heb je toch altijd al gezegd dat... Ja, je hebt het altijd gezegd. Ja, iedereen heeft van alles gezegd. Ik heb het verkloot, oké? Oké, oké, rustig, rustig. Wat is er gebeurd? Irma en Jordi zijn al 2 weken weg. Waarom? Moet ik het echt vertellen? Maar de ruzie, zoals altijd. Waarom ben ik dit? Waarom doe ik niks? Ik werd boos. Het liep uit de hand. Heb jij geslagen? We zijn erachter gekomen dat ik een gevaar voor ze ben. Je hebt haar geslagen. Weet je, Jordi die riep me 's nachts wel eens. Had hij een nachtmerrie. En dan moest ik bij hem in de kast kijken. Of er een monster in zat. Tot die keer dat Irma en ik weer een discussie hadden. Ze lag op de grond. Ik stond erbij. En dan zie ik Jordi staan. Mijn kleine man. En hij zei niets, hè. Hij stond daar. Hij nam alles in zich op. En na die tijd heeft hij me nooit meer geroepen. Hij had blijkbaar geleerd dat monsters niet in kasten wonen. Maar hier... Vind je het echt raar dat ze weg zijn, Ed? Zie het als een kans, Ed.
Ja, natuurlijk doet het heel even pijn. Maar werk er eens een keer voor. Gewoon even keihard doorbijten. En zoek hulp. Dat dacht ik niet. Ga zitten, Mike. Doe normaal, man. Wat is dit? Jezus, Ed, waarom? Niet zo schijnaardig. Nou, jaloers? Ja? Ga het zo spelen. Je bent al je hele leven voorgetrokken, lul! Je moet pa niet de schuld geven van je eigen rotzooi, Eddie. Nee? Wie dan? Hij heeft me nooit geholpen. Die zak. De enige keer. En dat is dan godverdomme de enige keer. Dat hij aandacht voor me had. Dat was toen ik vroeg of mijn moeder naar de hemel was gegaan. Toen keek hij me aan en hij zei: Eddie, geloof nooit in wat je niet kan zien. Hij had je ook kunnen laten rotten. Jij begrijpt het niet, hè? Jij begrijpt het echt niet, hè? Toen jullie dat schijnheilige gezinnetje speelden, was ik een soort huisdier. Oh, kijk, ze is lief voor Eddie zorgen. Ik was ook zijn zoon. En dan gedraag je anders niet naar. Als pa je zo zou zien... Het is genoeg. Het is klaar. Ik ben naar je huis geweest. En wie trof ik eraan? Mijn zoon. Mijn vrouw. In jouw huis. Geloof me, Eddie. Nee. Ik weet alles. Ik weet alles. Ik weet hoe je altijd al naar haar keek. Dat is niet waar. Ja, dat zei zij ook. Dat zei zij ook, ja. Ik had al gedacht, waar is het bekend? Ze gaf het toe. Dat ze altijd wel te min voelde voor jou. Ja. Maar dat ze nu toch wel een toekomst zag. Jij met mijn zoon! Het kon zo niet langer, Ed. Ze kon me niet meer tegen. Ik kon ook niet beheersen. Wat? Ze zijn dood, Mike. Wat? Dankzij jou. En ik schiet jou ook neer. Zitten. Zitten. Je hebt ze vermoord? Jezus. Je bent echt gek, man. Jezus. Oh, God. We gaan niet schijnheilig dit te doen, hè? Nee. Dat komt hier even binnen. Eddie, ik kom je helpen. En Jordi. Jordi ook. Hij had gezien. Ik kom niet anders. En nu ik? Je hebt immers telefoon gebruikt om mij hier naartoe te lopen. Voorstel doen. Ik weet dat je niet in de hemel gelooft of in de hel, net als pa. Maar ik kan zo niet leven. Ik ben een monster. Er liggen brieven in de badkamer.
zelfmoordbrief voor de wereld. En de waarheid voor jou. En wis je sporen uit zodra je klaar bent. Maak een snelle einde aan, Mike. Dan ben jij. Eddie? Geen monster. Goed gedaan, Mike. Ik wist dat je het kon. Gore, egoïstische klootzak. Ik wist dat je je perfecte leventje zou beschermen. Nadat ik ze bij je thuis had gezien, wist ik dat je alleen om jezelf gaf. Mijn vrouw tegen me opgestookt, mijn kind afgepakt. Het waren trofeeën voor je, Mike. Maar voor mij, ik kan niet leven zonder hen. En zij niet zonder mij. Maar we weten allebei dat dit geen probleem is voor jou. Je slaapt er niet minder om. En wanneer je je leugens tegen de politie vertelt, zal je ze steeds meer zien als waarheid. Net als zij. De media en politie willen gewoon een nieuw familiedrama. Lekker makkelijk. En ik denk dat jij zelfs in staat bent dit moment volledig te vergeten. Dat je op je oude dag rustig je ogen dicht doet. Vredig. En mensen zullen je herinneren als de goede zoon. En niet zoals je halfbroer, het gewelddadige monster die zijn familie uitmoordde. Maar jij weet nu als geen ander, Mike. Geloof nooit in iets wat je niet ziet.